Voor mij liggen heel veel foto's uit de collectie van het museum. Sommige die zijn net binnengekomen eigenlijk, sommige die bewaren al heel erg lang. En het zijn allemaal foto's, misschien staat er om de camera er even wat over te laten gaan, die direct eigenlijk te maken hebben met oorlog. Mensen die dit komen inleveren, die zien aan de foto wel van, dit heeft met oorlog te maken. Dus ja, dat moet ook ingeleverd worden bij het Verzetsmuseum, daar bewaren ze dat soort dingen. En dat doen ze goed, dus dat leveren we daarin en dan is het voor de eeuwigheid bewaard. En dat is ook zo, prachtig mooie foto's, soms los, soms in prachtige albums. Hier kunnen we een van onze mooie voorbeelden van een album wat eigenlijk helemaal gaat over de Tweede Wereldoorlog. Met allerlei losse aantekeningen erin van mensen, die soms zelf hun eigen beschrijvingen erbij hebben gezet. Allemaal kiekjes ingeplakt en de oorlog stapt eigenlijk uit het boek. En deze foto's kunnen natuurlijk prachtig gebruiken in het museum. Ze zijn vaak van de eigen omgeving, ze gaan vaak over Friesland. En dat is natuurlijk echt ons verzamelgebied. Zoveel mogelijk dingen over Friesland verzamelen. Maar, als je echt persoonlijke verhalen wil vertellen, en dat willen we graag in het museum, dan zoek je ook foto's waar die oorlog eigenlijk helemaal niet zo op staat. Waar niet altijd een tank op staat, of soldaten, of een bom. En dan kom je op foto's terecht zoals deze. Deze komt uit een familiealbum en ik heb hem vanmorgen net binnengekregen. Het is een vakantiefoto gemaakt in Bussum in 1943. En op de foto staan vier mensen, waaronder twee kinderen. En we willen in het museum meer gaan doen over kinderen in de oorlogstijd. Dus foto's met kinderen erop, die zijn voor ons heel belangrijk. En dit soort foto's worden eigenlijk nooit ingeleverd bij ons. Want mensen denken, dat is een vakantiekiekje en wat heeft dat nou met de oorlog te maken? Maar soms zitten daar hele bijzondere verhalen achter. Dus eigenlijk is dit een beetje een oproep. Een oproep om goed te kijken, soms ook in je eigen familiealbum. Soms foto's na te lopen en eens even goed te bedenken vanuit welke tijd komen ze. Want familiekiekjes kunnen heel belangrijk zijn. In dit geval betreft het twee Joodse kinderen die hier op de foto staan. En een daarvan heeft de oorlog niet overleefd. Vader en moeder hebben ondergedoken gezeten hier in Leeuwarden. Gedurende 3 jaar, waarbij ze zich af en toe moesten verstoppen in de kast als er een razzia was. En vooral dat verhaal daarachter, wat er met die kinderen is gebeurd, wat er met de ouders is gebeurd, dat is wat het museum wil bewaren. Dus nogmaals, die oproep, gooi niet te snel je foto's weg, omdat je maar denkt, het zijn vakantiekiekjes. Want ook dit soort foto's kan het Verzetsmuseum heel goed gebruiken.